Marco? Een enkele keer toont een Nederlandse militair een zo ongekende persoonlijke moed dat alleen de hoogste onderscheiding de waardering daarvoor tot uitdrukking kan brengen. Het is maar een medaille, hè? Stelt niet zoveel voor. Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn optreden als leider, als militair en als mens. Dank u wel, majesteit. Kijk eens wie er is. Wat kom je doen? Bij de criminele inlichtingeneenheid is betrouwbare informatie binnengekomen over drugs en wapenhandel in uw café. Wie zit erachter? We hebben het over MDMA, ecstasy, coke. Marco, geen vragen. Moet u de binnenzonder weer inleveren? Maar waarom? Die kroeg. Generaal, ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt. Nog nooit. Ik geloof je wel. Maar ik ben waarschijnlijk de enige. Moet ik me zorgen maken? Nachtmerries? Nee, het gaat eigenlijk heel goed. De ene oegenskant zat. Toen wist ik tenminste nog waar hij was. Als u nu bekent, gaan we u niet verder vervolgen. Ik ga niet iets bekennen wat ik niet gedaan heb. Oké. Okay. Je moet het toch niet tot een zaak laten komen. Dat zou zelfmoord zijn. Op is geen boef, hè? Zeg ze op school. Het is gewoon heel moeilijk. Jullie privéleven komt hier op straat te liggen. Wij willen dat mijn naam gezuiverd wordt. Alles gaat hier alleen maar over jou de hele tijd. Voor de wet is iedereen gelijk. Defensie is groter dan Marco Kroon.